Als u langdurig antistollingsmiddelen slikt, dan komt u in aanmerking voor zelfmeten. Met zelfmeten kunt u met een eenvoudige vingerprik zelf uw INR meten. Voordeel hiervan is dat u voor het prikken niet meer afhankelijk bent van de trombosedienst. In deze film gaan we u stapsgewijs uitleggen hoe u de INR-waarde kunt meten met behulp van de micro-INR-meter. Maar eerst laten we u zien wat er nodig is om een meting te kunnen verrichten. Een micro-INR-meter, de chip en een prikpen met lancet. Was de handen met warm water en droog ze zorgvuldig af. Dit maakt het prikken gemakkelijker. U mag geen desinfecterende middelen en/of zeep gebruiken, omdat achtergebleven resten de meting kunnen beïnvloeden. Controleer de vervaldatum van de chip. Neem de chip uit de verpakking en schuif deze in de meter. De meter gaat automatisch aan. De chip moet binnen 6 uur na openen van de verpakking gebruikt worden. De meter met de chip warmt op. Als de interne kwaliteitscontrole is geslaagd, verschijnt het controlesymbool op het scherm. Mocht de controle niet goed zijn, verschijnt er een foutmelding. Raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing. Nu gaan we de prikpen klaarmaken voor gebruik. Verwijder de draaikap van de prikpen en plaats het lancet. Verwijder nu het beschermkapje van het lancet met een draaibeweging en plaats de draaikap terug. Stel de gewenste prikdiepte in en trek de plunger aan. De prikpen is nu klaar voor gebruik. Als de meter klaar is voor gebruik, klinkt er een geluidssignaal. De teller op het scherm begint af te tellen vanaf 80 seconden. Zet de prikpen aan de zijkant van de vingertop van de ring of middelvinger en druk op de ontspanknop. Masseer de vinger tot aan het eerste vingerkootje. Zorg dat de bloeddruppel de juiste grootte heeft en bolvormig is. Het bloed kan op 2 verschillende manieren aangebracht worden. Of u beweegt de aangeprikte vinger naar de meter, of u beweegt de meter naar de aangeprikte vinger. Breng binnen 15 seconden na het prikken de bloeddruppel aan zonder de vinger tegen de chip aan te houden. Dit blokkeert namelijk de ingang van de chip, waardoor het bloed niet wordt opgezogen. Als u voldoende bloed hebt aangebracht, dan stopt de meter met aftellen en stopt het bloeddruppelsymbool met knipperen. Er klinkt een geluidssignaal en de meting start. De INR-waarde verschijnt na ongeveer 1 minuut op het scherm. Noteer de INR-waarde. De INR-waarde wordt automatisch opgeslagen in het geheugen. Verwijder eerst de chip voordat u de meter uitzet, anders wordt de uitslag niet opgeslagen. De meter gaat vanzelf uit na 5 minuten van inactiviteit. Verwijder na het uitvoeren van de meting de draaikap van de prikpen en druk het lancet in het beschermkapje. Druk op de ontspanknop en trek tegelijkertijd de plunger aan. Het lancet wordt veilig uitgeworpen. De chip en het lancet mogen met het huishoudelijke afval weggegooid worden. Lees voor uitgebreide instructies de gebruiksaanwijzing. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw trombosedienst.